Hi, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik een video waarin ik jullie iets meer vertel over mijn nieuwe layout. Mijn siteblog is in een nieuw jasje gestoken en daar ben ik al een tijdje mee bezig. En niet dat ik het zelf gemaakt heb, ik heb het laten maken. Maar ik was dus al een tijdje, eigenlijk al vanaf eind maart volgens mij, daarmee bezig om het helemaal naar mijn zin te krijgen. En hij is gisteren online gegaan, maar ik dacht ik bewaar een beetje de aandacht voor vandaag. Omdat ik het ga koppelen aan een kleine winactie. Om het toch met jullie een beetje soort van te vieren. Mijn nieuwe site. Ja, ik wilde het allemaal wat strakker. Iets minder girly. Weet wel, ik heb er zwak voor van die girly stuff en zo. Maar ik word natuurlijk ouder. En ik wilde het allemaal wat strakker. Net wat minder roze. Roze blijft mijn lievelingskleur hoor. Maar ik wilde het allemaal gewoon... Ja, toch net eventjes anders. Ik ga zo meteen de site op mijn iPad laten zien en de mobiele versie op mijn telefoon. Het werkt ook allemaal een stuk beter dan voorheen, vooral de mobiele versie. En het is allemaal gebruiksvriendelijk. Dus verder aan de inhoud of zo verandert eigenlijk helemaal niks. Alleen, ja, het heeft dus een ander jasje gekregen. Zoals ik net al zei, weet je wat ik eerst ga doen? Ik ga eerst mijn site laten zien aan jullie, want ik ben er natuurlijk heel erg blij mee. En het is ook altijd eng om zoiets... Ja, ik vind het toch altijd wel spannend als het dan weer veranderd wordt. Want dan ben ik bang dat er misschien iets fout gaat. Of dat ik stukken kwijt ga raken of zo. Maar het is allemaal goed gegaan. Ik zet hier onder de video trouwens ook een linkje door wie ik het heb laten doen. Daar heb ik mijn vorige layout ook al door laten doen. En ik kan haar van harte aanbevelen. Ze luistert goed naar je wensen. Heeft heel veel geduld. Je kunt er ook extra dingetjes vragen. Nou, ze is gewoon heel goed met die dingen. Dus dat staat hier onder deze video. En... Dit is mijn nieuwe site. Het is handigste is natuurlijk om eventjes gewoon naar mijn website te gaan. Glamaristagirl.nl om het helemaal goed te bekijken. Maar voor nu krijg je toch een kleine impressie. Het beeld spiegelt wel een beetje. Nou, hier zien we dus op de iPad. En zoals jullie zien, dit had ik eerst een roze letters. En ik had hier eerst veel meer roze. En die letters waren ook veel drukker. Dus dat heb ik nu allemaal voor zwart. Het menu is kleiner geworden. Hier heb ik een slider. Waarin een aantal laatste artikelen staan. En nou ja, de artikelen blijven natuurlijk aan deze kant. Dat blijft een beetje hetzelfde. Dit is in principe ook hetzelfde. Mijn social media buttons zijn zwart. Dit is allemaal zwart. Dat was is allemaal roze. En ik heb er nu ook een cookie melding op. Dat ben je dan verplicht. Dus die zit er ook op. Ik weet dat dat irritant is, maar goed. En wat is nog meer veranderd? De Instagram feed die staat er tegenwoordig. Staat er nou ook op. Hier zie je de laatste 9 foto's die ik op Instagram gezet heb. En dit is dan de mobiele versie. Ja, ik zeg al, het is niet heel duidelijk te zien. Maar dan krijg je toch een idee. Hier zit ook een slider. Die gaat zo. En dan zie je hier eigenlijk alle stukjes. Kun je zo op klikken. En dan hierboven... ja, scroll je zo heel makkelijk door het menu heen. Maar ik ben heel erg blij met mijn vernieuwde site. En ja, dat mogen jullie ook best weten. Dus ik ga iets weggeven op een van mijn, of op mijn social media kanalen. Je kunt gewoon via social media kanalen meedoen. Dus je hoeft niet per se naar mijn site en daar een reactie achter te laten. Alhoewel ik dat natuurlijk wel heel erg leuk vind als je een kijkje neemt. En laat weten wat jij van de layout vindt. Maar waar het op neerkomt is dat ik een MAC lipstick ga weggeven. MAC Brave, een hele populaire bekende kleur. Die ga ik weggeven. De actie loopt 2 weken. De precieze datums die staan op mijn social media kanalen. En je kunt me dus gaan volgen op Facebook, Twitter, Bloglovin, YouTube. Wat heb ik nog meer? Instagram. Op een van die kanalen of op meerdere natuurlijk mag je me gaan volgen. Alle linkjes staan hieronder de video. En laat dan even bijvoorbeeld op Facebook of op Instagram of op Twitter eventjes wel weten dat je meedoet. Want dat is voor mij natuurlijk wel handig. Of laat het even op mijn site weten zodat ik je naam en e-mailadres heb. Wil je helemaal precies de voorwaarden weten, dan ga eventjes naar mijn Instagram of Facebook pagina. Daar staat het ook helemaal uitgelegd. Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Maar dan kun je alle voorwaarden precies lezen wat je moet doen om mee te doen. En wie weet ben jij wel de gelukkige winnaar van MAC Brave. En... Volgens mij heb ik verder niks meer te zeggen. Dit was mijn video voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken als je hem leuk vindt. En nogmaals, vergeet natuurlijk niet een kijkje te nemen op mijn site. Zou ik echt super leuk vinden. Bedankt daarvoor. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ook bedankt daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zie jullie snel weer in de volgende video.